het scenario die er ligt, is ook met een zekere humor ook. En tegelijkertijd is dat een hele dunne grens. Want moeten dat... Ik bedoel, je neemt sowieso iedereen die hier meekomt om dat verhaal te vertellen, gezamenlijk, weet hoe erg en hoe precair dat die situatie is en dat er zoveel werk te doen valt. En dat er zo moet gestreden worden voor de mens in kwestie, voor iedere mens die geboren wordt, die het recht heeft en moet het recht hebben om zijn kinderen of haar kinderen ook, meer dan overlevingstactieken te leren en een goed onderwijs te geven. En alle vlakken, maar dat is nu net... Daarom vind ik het zo relevant om die een film te maken. Omdat we echt vanuit onze gemeenschap, we worden hier geboren en we staan er gewoon. De meesten staan er nooit bij stil dat er achter ieder verhaal een persoonlijk verhaal schuilt die heel gruwelijk is in de meeste gevallen, maar die ook puur menselijk is. Stel jezelf maar de vraag, ik heb 5 kinderen, dat je geboren wordt ergens en dat je moet vluchten, dat je alles moet achterlaten, je identiteit, alles, dat je geen taal spreekt. Ik ken, ik weet niet hoeveel persoonlijke verhalen van mensen die zo'n tocht hebben gedaan en die zonder papieren en met papieren hier leven. Op ieder dag, dagelijkse bezigheid worden ermee geconfronteerd. En het is supergoed, vind ik, dat zo'n soort van films verteld worden. Vanuit de fictie ook. Want de mensen hebben nog altijd iets. We gaan naar een film zien. En dan deksel op je neus krijgen, maar niet via het trouwen. Maar het is ook heel gruwelijk wat er hierin verteld wordt. Het scenario die verteld wordt met een paar personen die je individueel volgt en waar dat je emotioneel bij betrokken geraakt. Want dat is het. De mensen worden zo verstelpt met gruwelijke beelden via de media, maar die worden er niet emotioneel door betrokken. En dat is juist het erge. Het is goed om via fictie ook te demystificeren, om mensen een gezicht te geven, want daar gaat het over. Van ieder verhaal kun je eigenlijk betrekken op je eigen verhaal. Moest je daar geboren zijn? Wat is dat? En dat hele determinisme eigenlijk, van je wordt daar geboren en je krijgt die of die kansen en daar valt niets aan te doen, dat is vreselijk, vind ik. En ik wil daar mij niet bij neerleggen. Dus daarom vind ik dat zo belangrijk dat je dat via de fictie ook vertelt. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.